koninkrijk begrijpen en het horen van de stem van de van Heilige Geest horen bij elkaar. Ik ga wat dieper nou, want we hebben gesproken over het koninkrijk van God, de Heilige Geest en de gelovigen. En nu wil ik je laten zien dat het koninkrijk en de Heilige Geest bij elkaar horen. De Heilige Geest is ook God. De Heilige Geest is God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En degene die nu op aarde het koninkrijk van God organiseert, is de Heilige Geest. Jezus heeft gezegd, ik ga naar de Vader. Dat was met hemelvaart, is hij naar de Vader gegaan. Hij zegt, maar de Heilige Geest komt op aarde om het koninkrijk te openbaren. Om het koninkrijk te organiseren. Om jou te helpen krachtig te opereren in het koninkrijk. Is dit mooi of niet, mensen? Dus als er staat het koninkrijk, moet je begrijpen. Dat kan alleen als je ook de Heilige Geest begrijpt. Want de Heilige Geest leidt de dingen in het koninkrijk. Organiseert het koninkrijk. Gaan we straks ook zien. Dus het koninkrijk begrijpen en het horen van de stem van de Heilige Geest horen bij elkaar. Iemand zal zeggen, wat? Kan je de stem van de Heilige Geest horen? Nou en of. Nou en of. Kan God praten? Wat een vraag zeg. Als God jou gemaakt heeft en jij kan praten, denk ik dat hij ook kan praten. Hey, als God jou gemaakt heeft en jij kan praten, dan is het aannemelijk dat hij ook kan praten. En je moet de Bijbel maar lezen en kijk hoeveel God praat tot mensen. Geen vermoedens, heldere talk. Dat mensen horen wat hij zegt. Tegen Mozes zegt hij, ga naar Egypte. En Mozes gaat naar Egypte. En kijk naar het resultaat. Tegen Jozua zegt hij, jij brengt mijn volk in het beloofde land. Tegen Jesaja zegt hij, de maagd zal zwanger worden. En 780 jaar later wordt Jezus geboren door de maagd Maria. Ik bedoel, profeten hebben gesproken, ze hebben de stem van God gehoord. Apostelen hebben de stem van God gehoord. En elk kind van God kan de stem van God horen. Elk kind van God hoort de stem van God te horen. Ja, er staat in Openbaring aan het einde van het boek van de Openbaring, de geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Dus er moet een harmonie zijn tussen de Heilige Geest en de bruid. En de bruid is de gemeente van de Heer, zijn de wederom geboren gelovigen. De geest en de bruid zeggen, kom. Ja, en zo de Bijbel laat ons zien dat God een sprekende God is. Profeten hebben gesproken oud-testamentisch, profeten hebben gesproken nieuw-testamentisch, apostelen hebben gesproken. En weet je wat? De Heilige Geest is gekomen om tot elke gelovige te spreken. Lees de Bijbel maar, lees het Johannes-evangelie. Dan zal je zien dat het heel normaal is dat de Heilige Geest met je praat. Hoe denk jij dat ik in het evangelie ben gekomen? Dat was niet een vermoeden, dat was een weten. God sprak ondubbelzinnig tot mij, ik wil je gebruiken in mijn koninkrijk. En dat gaf even natuurlijk een shake hier en daar, want sommigen dachten, wat doet deze man nou? Maar je had de stem van God gehoord en je kan dat niet ontkennen. Jaren later zeggen mensen die toen twijfelden, jij heeft je echt geroepen. Dat was niet een proberen van Edgar Holweer, dat was niet een vermoeden. Overduidelijk heeft hij tegen mij gesproken. Ik heb je geroepen om mijn evangelie te verkondigen. En weet je, God wil op dezelfde wijze ook tot jou praten. Want hij houdt van je. Eigenlijk wil God tot alle mensen praten. Ik zal het je nog sterker zeggen. Hij probeert tot alle mensen te praten, maar niet alle mensen pakken het. Ja, het duurt soms een poos voor je die stem hoort. Ja, het duurt soms een poos voor je die stem hoort. Ik weet, ik was een jongen van 16. Ik was 16. En ik logeerde bij een tante van mij thuis in Suriname. Want ik kwam van het district. En ik was in de stad om te studeren op het VWO. En ik was bij een tante van mij thuis. En ik kreeg een droom. Ik keek naar de Surinaamse televisie. Ik keek naar de televisie in haar woonkamer. En ik zag mezelf levensgroot op die televisie. Ik snapte er niks van, zeg. Ik stond dus in de huiskamer. In die droom. In dat visioen. En ik zag mezelf
levensgroot op de televisie. Nou, het zei me geen ene niks, want ik was in een situatie dat het totaal onmogelijk was voor mij om daar op de televisie te komen. Niks in mij begrepen. Niks. Niente, niente, niente. Het tweede wat ik zag was een Hollands meisje met een fiets. Dat is de vrouw die hier zit. Vandaag zijn we op de Nederlandse, vandaag zijn we op de Surinaamse televisie al voor vele jaren. En dat Hollands meisje is mevrouw geworden. Wat wil ik je vertellen? God probeerde met een 16-jarige te communiceren, maar ik pakte het niet. En heel wat mensen die tot bekering komen, ontdekken na hun bekering hoe vaak God heeft geprobeerd met ze te praten. Zijn er zulke mensen hier? Oh, kijk naar die handen. Ja, ja. En ik heb soms dingen gezien van God. Ook als onbekeerde jongeman las ik de Bijbel niet veel. Want ik begreep het niet. Ik ging naar de kerk, maar ik vond het best een moeilijk boek. En zo nu en dan opende ik die Bijbel. En weet je waar ik hem opende? Johannes 3, vers 3. Een mens moet wederom geboren worden, anders kan die niet in het koninkrijk van God komen. Ik snapte er geen snars van, dus ik deed het dicht. Maar het was God die probeerde tot mij te praten. En mijn Bijbel was echt niet een Bijbel in die dagen die ik altijd gebruikte, want ik las hem niet. Ik was een christen, maar ik las de tenminste christen. Ik ging naar de kerk, ik was christelijk, laat ik het zo zeggen. Maar ik las de Bijbel niet. En ik doe de Bijbel een keertje open. Zeker 2, 3 keer heb ik het gehad dat ik de Bijbel opende. En ik open het precies bij Johannes 3, man. Een mens moet wederom geboren worden, anders kan je het koninkrijk van God niet zien. Wederom geboren. Net als Nicodemus was ik de weg ook kwijt. Maar het was God die probeerde met me te praten. Maar als je gered bent, gaat hij zeker met je praten. En je Bijbel lezen is erg belangrijk. Je Bijbel lezen en praten met de Heilige Geest. Dus het koninkrijk van God begrijpen en het horen van de stem van de Heilige Geest horen bij elkaar. Deze twee zaken zijn super belangrijk in het leven van de gelovigen. Deze twee zaken zijn super belangrijk in het leven van de gelovigen. De stem van de Heilige Geest horen, begrijpen wat hij zegt en het koninkrijk begrijpen. Nou, schrijf het op als je wil. Ah, dit is zo'n goede boodschap, dit helpt mij, man, wauw. Iemand zei de Bijbel is saai. Ik zeg ja, het is hoe je saai definieert. Als je Jezus hebt leren kennen, gaat dit ding je opwinden en blij maken. Je komt in extase, je komt in de glorie van God. Je gaat halleluja roepen. Niet een ingestudeerde halleluja. Een halleluja vanuit je ziel. Halleluja. Glorie. Want je kan halleluja zeggen als gewoon. Oh ja, halleluja, halleluja. Halleluja. Amen, 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 amen. Kan allemaal. Je kan het zeggen. Maar als je God gaat kennen, dan komt die halleluja anders, ergens anders vandaan, hoor. Dan is het glorie. Ze kunnen je niet laten zwijgen ook. Het is niet van wie is in de buurt. Nee, glorie. Halleluja. Jezus leeft. Amen. Kan ik een bevestiging in de zaal krijgen, mensen? Wauw. En als ze je vragen, ben je een christen? Zeg je niet, ik weet het niet. En het gaat niemand wat aan. Dan denk je, oh, dat is de mooiste vraag die je me ooit hebt kunnen stellen. Ja, ik ken de Heer Jezus. Hij is mijn verlosser, hij is mijn bevrijder, hij is mijn vriend. Je wordt een beetje enthousiast. Wat? Je wordt heel enthousiast. Enthousiast betekent ook vol van God, hè? Wauw, als het evangelie gepredikt wordt, zelfs als je rustig zit, kan je nog je grote teen voelen gaan daar beneden. Als het evangelie gepredikt wordt, je zit rustig te kijken, maar van binnen borrelt het. Dat je denkt, oh, want het is het leven van God binnenin jou. Iemand zei, de Bijbel is saai. Ik zeg, ja, het is hoe je saai definieert. Als je Jezus hebt leren kennen, gaat dit ding je opwinden en blij maken. Je komt in extase, je komt in de glorie van God. Je gaat halleluja roepen. Niet een ingestudeerde halleluja. Een halleluja vanuit je ziel. Halleluja. Glorie. Want je kan halleluja zeggen als gewoon. Oh ja, halleluja, halleluja. Halleluja. Amen, 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 amen. Kan allemaal. Je kan het zeggen. Maar als je God gaat kennen, dan komt die halleluja anders, ergens anders vandaan, hoor. Dan is het glorie. Ze kunnen je niet laten zwijgen ook.
Het is niet van wie is in de buurt, nee, glorie. Halleluja, Jezus leeft. Amen. Kan ik een bevestiging in de zaal krijgen, mensen? Wauw. En als ze je vragen, ben je een christen? Zeg je niet, ik weet het niet. En het gaat niemand wat aan. Dan denk je, oh, dat is de mooiste vraag die je me ooit hebt kunnen stellen. Ja, ik ken de Heer Jezus. Hij is mijn verlosser, hij is mijn bevrijder, hij is mijn vriend. Je wordt een beetje enthousiast. Wat? Je wordt heel enthousiast. Enthousiast betekent ook vol van God, hè? Wauw, als het evangelie gepredikt wordt, zelfs als je rustig zit, kan je nog je grote teen voelen gaan daar beneden. Als het evangelie gepredikt wordt, je zit rustig te kijken, maar van binnen borrelt het. Dat je denkt, oh, want het is het leven van God binnen in jou. Als je Jezus hebt leren kennen, is het niet, oh, ik moet naar de kerk, alsjeblieft. Nee, als je Jezus hebt leren kennen, kan je niet wachten. Goedemorgen, God zegen, glorie, halleluja. Fijn dat je er bent. Wat voor woord gaan we vandaag weer horen? Kan ik een bevestiging horen, mensen? Wauw. Dat is het ook niet, ach, de dienst duurt al een kwartier. Nee. Als het is afgelopen, denk je, is het al klaar? Nou ja, wie het vat, valt er niet. Oké, luister, schrijf op als je wil. De gelovige is geroepen om te leven en te wandelen in Gods koninkrijk. Je bent daartoe geroepen. Woe! En ik heb het koninkrijk beschreven voor jou. Dus je begrijpt wat voor een hoge roeping je nou hebt, hè? Zijn koninkrijk is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zijn koninkrijk straalt uit wie hij is. Zijn liefde, zijn kracht, zijn overwinning, zijn hulp, zijn sterkte, zijn alles. Wauw. En jij bent geroepen als wederom geboren gelovige om in dat koninkrijk te wandelen. Daarom hou ik van deze uitdrukking. The power walk and the power talk. Je bent niet geroepen tot een slap koninkrijk. Oh ja, ja, ik ben een kind van God. Nou ja, even maar hopen dat we het volhouden. Hey, dat is niet het koninkrijk. Lees Psalm 93 maar, dan staat er stromen verheffen hun stem en stromen. Maar boven al die stromen is de stem van de Heer. Wauw. Dus als gelovige ben ik geroepen. En als jij ook een christen bent en je gelooft in Jezus en je bent wederom geboren, ben je geroepen om te wandelen in Gods koninkrijk. Net als Jezus Christus ons getoond heeft. Iemand zou zeggen, Holder, hoe bedoel je dat? Jezus heeft je het voorbeeld gegeven. Het leven van Jezus is een voorbeeld voor christenen hoe ook jij kan leven. Schrijf dat op. Heel vaak kijken wij naar Jezus als alleen hij kon zo leven. Maar dat is niet het doel van zijn leven geweest. Het doel van zijn leven is, kijk hoe ook jij kan leven als je mij toelaat in je hart. Dit moet je opschrijven, dit is belangrijk. Heel wat mensen kijken naar Jezus van, oh ja, wat een hoog leven heeft hij gehad. Wat een rijk leven heeft hij gehad. Maar dat is Jezus. Het zal ons nooit lukken. En je hebt gelijk. In jezelf zal het je nooit lukken. Maar als je hem uitnodigt om in je hart te komen en je wordt wederom geboren, dan zegt hij tegen jou, mijn leven is jouw leven. Dan zegt hij tegen jou, ik ben de meester, jij bent de discipel. En ik ben hier om je te trainen om als een discipel van mij te leven en te laten zien wie ik ben. Tof dat je hebt gekeken naar onze video. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en klik snel op het belletje zodat je updates ontvangt voor de eerstvolgende video.